Ik weet in ieder geval wel hoe je heet, maar misschien is het wel handig dat je dat aan de DVS-TV-kijkers ook even uitlegt en wie jouw persoontje is. Ja, Nicky van Hilton, 24 jaar. Ik kom uit Almere. Ja, wie is de persoon Nicky? Rustige jongen. Dat is eigenlijk wat ik erover kan zeggen. Niet veel meer. Nee, ja, precies. En wat doet mezelf? Wat doet Nicky in het dagelijks leven? Nou ja, voetballen bij DVS, dat sowieso. En daarnaast werk ik bij JD Sport. Dat is een schoenenwinkel / kledingzaak. Dus dat is wat ik naast het voetbal doe. Mooi. Hey, Nicky, heb jij bij Almere gespeeld? Ja, dat neem ik aan van wel. Hè? Een aardige tijd inderdaad. Om precies te zijn 18 jaar heb ik bij Almere City / Omniworld gespeeld. Ja, sinds ik 5 jaar was daar in de minis begonnen en eigenlijk de hele jeugdopleiding doorlopen tot aan het eerste. Dus, ook, hoeveel wedstrijden heb je in het eerste gespeeld eigenlijk? In totaal waren dat er 14. Dus ja, liever, ik hoopte natuurlijk op meer. Maar ja, helaas door een zware blessure is dat nooit echt... Ja, zijn dat er niet meer kunnen worden? Ja, dat was wel een jammerlijke zaak aan de ene kant. Aan de andere kant voor DVS natuurlijk wel gunstig. om het zo te zeggen wel natuurlijk. Ja, zeker. Ja, vervelend voor mezelf. Ik had natuurlijk voor mezelf in gedachten om nog wel wat langer in het profvoetbal te blijven. Maar ja, helaas door een verkeerde draai hield het helaas wat eerder op. Ja, maar natuurlijk heel blij dat ik hier goed ben opgevangen. En ja... Ja. Is Edmund naar jou toegekomen? Is DVS naar jou toegekomen? Of hoe is het gegaan eigenlijk? Nou ja, ik stond eigenlijk op dat moment open voor alles toen mijn contract niet verlengd werd. En ik heb het rustig afgewacht en eigenlijk een beetje via zijn we met elkaar in gesprek gekomen. En ik kende Adriaan natuurlijk heel goed die hier al zat. En ja, zo zijn we in contact gekomen en na één gesprek was het eigenlijk al, voelde het allemaal wel goed en... Ja, zo is het een beetje gegaan. En je hebt er tot nog toe absoluut geen spijt van? Zeker nog geen spijt van. Nee. Ik heb het prima naar mijn zin. Ik kan het goed met eigenlijk iedereen wel vinden. Dus, en het is een hartstikke mooie club waar ik terecht ben gekomen. Hey, en je kan ook je ding doen, zoals ze dat zo mooi zeggen. Vanaf de rechterkant lekker opkomen. Ja, dat was een beetje ook... dat kwam eigenlijk bij het gesprek naar buiten natuurlijk. Hè, dat ik wel mijn spel, wat ik graag wil spelen, lekker mee aanvallen. Maar ook verdedigen natuurlijk. Dat ik dat kon spelen. En dat is ook een beetje hoe DVS wilde gaan spelen. Dat kwam uit het gesprek naar buiten natuurlijk. Dus ja, daar was ik eigenlijk heel, heel enthousiast over en eigenlijk ook vandaar de keuze. En dat lukte met name, vind ik, tegen IJsselmeervogels in het bijzonder. Maar ook een fase in de tweede helft bij Sparta Nijkerk. Toen dacht ik ook van, dit is Nicky op zijn best. Klopt dat? Tegen IJsselmeervogels natuurlijk twee keer gescoord. Die eerste met een beetje mazzel, maar... die zaten er goed in op zich. Sparta Nijkerk, tweede helft, dat misschien wel een van mijn betere helften inderdaad in het shirt van DVS tot nu toe. Ja, ik doel met name dat opkomen en dan Benjamin zoeken. Dat was in de tweede helft zo mooi. Ja, precies. Maar dat is ook wat ik echt leuk vind aan het voetbal. Lekker mee opkomen. Ook ik vind het aanvallen even leuk als verdedigen. Dus en als je dat als rechtsback zo telkens weer mag doen en je krijgt daar ook de ruimte voor van de trainer, hè, dat je dat gewoon mag doen en lekker mee aanvallen. Ja, dat vind ik, daarvoor ben ik op voetbal gegaan, lekker aanvallen. Je zei het net al, het matcht met de groep en het is een groepsspelletje voetbal, dus met elkaar een doelstelling. Heb jij een doelstelling? Ik denk als DVS zijnde dat we altijd voor kampioenschap moeten gaan. Het mooiste doel is eigenlijk en ook ambitie van de club denk ik om in die tweede divisie terecht te gaan komen. En dat zou ik zelf ook heel mooi vinden. En daar gaan wij je als DVS TV heel veel succes bij wensen. Dank jullie wel. Nicky.